Nee, maar ik vind het dan wel. Ik ben gewoon voor. Ja, ik vind het ook een beetje spannend. Hey jongens, maar we gaan het wel voor gezellig houden deze kant. Nee, we komen er niet op. Tessa, je wil, dan mag je wel. Dan vind ik het gezellig. Als je me filmt, dan leg je op mijn rechterkant, alsjeblieft. Dank je. Ja, dat is een good evening, passengers. This is your captain. Hot girl Summer speaking. Thank you for joining. Goedemorgen, guys. Het is de derde dag in Malta al. Afgelopen twee dagen niet gefilmd, want hallo, ja, het is ook mijn vakantie. Ik heb al enge Malta merch gekocht, zoals je kan zien. Ik kan de camera even niet laten zien, want die meiden zitten zich klaar te maken. Maar ik kan jullie wel het prachtige uitzicht van de poppen laten zien. Wauw. En daar, die de haven. Dus op zich. Ga je die vanaf nu meenemen op de vakantie? Dat is zo irritant dat ik mijn bed dan helemaal vol met teringzooi heb. Nee, dit is zo. Ja. Wat voor muziek willen jullie? Ik vind de taak altijd van de DJ altijd heel intens om op me te hebben. Ik wil vooral omdat mijn muziek smaak echt heel slecht is. Ja, dat je dat van jezelf weet is wel heel fijn. Ja, nee, het is echt. Of Antoon. Oh, jij hebt Antoontje. Iedereen wordt gelukkig van Antoon. Wil jij een advocaat? Oké, we doen even een kleine fitcheckie. Petje is dus van Malta. Lucia Ravlauw heb ik vintage gekocht. Ik ben een beetje verbrand, dus ik moet echt zo'n lelijke... Ja, ik vind het niet mooi, maar zo'n lelijke pandoor ik er niet op aan. In het geel van de H&M. Boekje van de Zaar. Iedereen heeft hem nu tegenwoordig gezien. Hey, maar ik ben de nanny. De nanny is van de Formule 30. Het ziet er zo heftig uit op het strand. Ik heb twee keer nog gezien. Lekker mijn petje op. Wij zijn al de hele vakantie aan het uitkijken om een keer op een fucking banaan te gaan. Vraag me niet waarom. Ik heb ook nekmagels. Mijn grootste angst is dat die afbreekt. Maar we gaan zo op de banaan. Nu baal ik er wel een beetje van dat ik geen GoPro mee heb. Want dat was echt goud geweest. Maar goed. Ja, focaccia is helemaal een hele pizza. Maar echt lekker. Nou, we hebben net op die banaan gezeten. Dat was echt 10 grappig. Maar we gingen echt 5 minuten erop. En toen zeiden ze weer de groeten. En voor mijn voel zit mijn bikini nog steeds achter mijn oren. Maar goed, het was wel echt heel leuk. En net hebben we ijsjes gehaald. Ik heb deze. Ik wilde dus een cookie. En ineens is het fucking mokka. Nou, als ik iets niet lekker vind, is het mokka. Maar goed, we duwen het maar weer naar binnen. Hè? Ik moest vandaag het restaurant uitzoeken. Dus we gaan lekker bij het Hilton eten. We zijn met z'n vijven. Maar we hebben een soort VIP-tafel gekregen met z'n allen. Dat is waar wij moeten belanden vanavond. We zijn dus bij Blue Elephant in Malta. Dit is echt zo'n leuke plek. Het interieur is echt super leuk. We zitten buiten op het terras. Zit je heel mooi, zijn allemaal lichtjes. Het is gewoon echt een super leuke locatie. Het eten is echt heel erg lekker. En het is gewoon echt een heel gezellig restaurant. En het is dus helemaal niet zo heel duur. Dus als je naar Malta gaat, ga alsjeblieft hierheen. En wat ons dus ook opvalt is, bij heel veel restaurants in Malta hebben ze een beetje dezelfde kaart. Een beetje pasta en zo. En dit is dus thuis, dus dan heb je ook even wat anders. Het is echt, echt een aanrader. We gaan lekker voor de rijsttafel. Jij hebt net al denk ik 4 keer per ongeluk op die bel geklikt. Die keuken is een rep en roer. Jij is aan het rennen voor ons. Ja. Ja. Gewoon een klein beetje, nee hoor. Ik ben ook niet zo hongerig. Oh, ik wel. Echt schiet vol met die curry. Ja? Oh, lekker. Smaakt wel goed allemaal. Heel lekker. Ik vind het ook wel niet heel pittig. Ik vind het helemaal niet pittig. Ik vind het echt nul pit. Ik vind het een beetje pit, maar niet veel. Nou, we hebben net lekker gegeten. En nu gaan we uit naar de strip. Heel heftig is dat. Aanrader. Kijk even hoe heftig deze strip is. Helemaal niet chill. Ik ben weer terug op de hotelkamer. Ik kan hem jullie wel gelijk even laten zien. Het is echt 2:30 s'nachts, maar goed. Roomtour. Hier hangt onze kleding. Het is wel dus echt een zooi. Make-up tafel. Wauw. Dit is mijn bed. Ik slaap op de slaapbank. Daar heb ik mezelf voor opgeofferd, want ja. Iedereen doet er altijd ziek moeilijk over, maar mij boeit het nooit zoveel. Volgens mij heb ik echt een slechte roomtour gegeven, maar het is echt zo'n zooi. En ik kan daar, het is heel raar, maar ik kan daar dus echt heel gelukkig van worden. Dat je echt zo'n meidenkamer hebt met overal kleding en make-up. En iedereen leent elkaars dingen. En uiteindelijk heb je je eigen koffer nooit aangehad. Maar alleen de kleding van de andere meiden en andersom. Dus ik vind dat, ja, ik hou daar echt van. Ik heb dus... Oh my god. Oh my god. Ik heb letterlijk 2 wijntjes gedronken bij het avondeten. En daarna heb ik alleen maar water gedronken. Dus ik ben echt totaal niet dronken. Maar ik laat alles vallen. En het lijkt daardoor alsof het wel zo is. Ik dacht, ik ga even mijn outfit laten zien. Beetje gekke timing. Want ik kom dus terug van waar ik was. Maar goed. Mijn oorbellen zijn van de Shein. Die had ik dus laatst gekocht in de shopvlog die je op mijn kanaal kan zien. Het jurkje is van de Zara. Heb ik echt al 3-4 jaar. Maar het is nog steeds echt mijn allerlievelingsjurkje ooit. En dan heb ik gewoon Nike blazers erop. Omdat we dus uitgingen. En om je tasje een beetje de kleuren te breken. Van de Shein. Ik leen heel erg een make-up.
Je kan dus op Malta uitgaan op een strip, dat heet Paceville. Ik had een stukje van gefilmd. Het is heel heftig, want het is echt... Nou, het lijkt net of je door Japan loopt met alle billboards en dat soort dingen. De clubs zijn ja op zich wel leuk, niet super bijzonder. Maar wat dus het ding is, je mag binnen roken. En dan boeit mij nooit zoveel als mensen roken. Maar als mensen binnen roken, moet je constant opletten op je kleding en op je benen. Want ja, ik heb dus gewoon blote benen natuurlijk, want het is 40 graden. Dat er geen sigaret tegenaan komt. En dat is zo gezeik. En alles gaat stinken. Ik snap ook echt niet dat het nog mag, want het is best wel gevaarlijk ook gewoon. Want je staat super dicht op elkaar. En op een gegeven moment stonden we daar dus in zo'n club. En toen gingen ze ineens met brandende sigaretten gooien. Auw, die make-up doekjes prikken altijd zo in mijn ogen. Het geluid in die club was echt niet oké. Het was echt heel schel en ik heb hier helemaal zo'n zuis in mijn oren. Dat is ook echt niet de vibe. Ik weet niet. Ik vind uitgaan dus niet mega leuk meer. Af en toe wel, maar vroeger ging ik echt 4-5 keer per week uit. Nou, ik vind het nu echt, als ik 1 keer per maand ga, vind ik het prima. Dat had je me 2 jaar geleden echt niet moeten vertellen, want had ik echt niet geloofd. Ik moet morgen ook een video editen. Ik kan natuurlijk wel bij de rest zitten. Dus ik dacht, als ik nou een beetje op tijd naar huis ga, kan ik morgen gewoon ochtend gewoon mijn video gaan editen. Dan is de rest waarschijnlijk toch nog aan het slapen. Ik kan toch niet uitslapen. Dus dan ga ik dat doen en dan kan ik in de middag gewoon lekker aan het zwembad liggen met hen. Dus lang verhaal kort. Ik ben lekker naar huis gegaan en ik ga lekker slapen. Ik moet hun trouwens nog even appen dat ik thuis ben, anders ga ik ze in paniek. Dat was vandaag de dag in Malta. Morgen nog een dag, gelukkig. Oh, en dit vind ik ook zo goor, die groenbandjes. Die gaat ook gelijk af, huppatee. Morgen, deze maandag. Ook dat ik allebei die jongen van de universiteit heb gegeten. Dus vorige keer 8 uur gaan een boot begroeten. Nou, dit is de boot. Het is wel echt al super loaded. We zijn aangekomen bij de Blue Lagoon. Nou, zo blue is het niet. Nou, we gaan nu lekker snorkelen. Ik ben benieuwd. Er schijnen heel veel kwallen te zijn, die vind ik doodeng. Er zit net even water in, maar ik heb geen dekbril, want die zijn op en er is wel. Er zitten allemaal kwallen in water. Nou, als ik het iets eng vind, vind ik het. Ik dissociëer me even, ik ga wel even lekker liggen. Even rondkijken op het eiland. Maar ik heb alleen, ik zie mezelf alweer helemaal op mijn mouw gaan in deze bikini. En dan ligt mijn hele lichaam open. Nou, dit gaan we even zo niet manifesteren trouwens. Take your girl swimming on the first date. Dit is even het bewijs dat ik net wel gesnapt heb. Ik heb zo'n kwalletje gezien, als het goed is. Kijk, even wat een... Lekker restaurantje en echt vet mooi uitzicht. Zit dus in een oud kasteel. Sam is altijd doodsbenauwd van zijn witte t-shirt, dus die heeft weer lekker zijn servet ertussen geduwd. Dit ziet er echt goor uit bij die flits, maar ja, het is echt volgens mij wel heel lekker. Ja. Doe een beetje voor erbij. Ja, dat is heel gek. Het flikkert er nu niet uit. Ik zeg altijd een soort brown kasteel. De laatste dag hier en we liggen nu weer bij Café Dama. Beach Club, echt super chill en we gaan nu lekker lunchen en vanavond lekker eten en ze hebben lekker sushi en ik zal het even laten zien want het is echt fucking mooi, dus echt een aanrader. Ik was trouwens in Soerant, dus ik heb echt een ziek voor een vlek hier. Ik heb zulke lelijke tenen, dus het is echt niet oké, maar goed. De laatste dag hier, dus nog even goed bijwerken. We hebben lekker drankjes. Ons uitzicht is ook een beetje overgenomen. Kijk even, ze hebben net alle tafels hier gezet. Hoe gezellig ziet dit eruit? Weet je, uitkijken op het water. Zo veel zin in. Ik ben lekker even gedoucht. As you can tell. Ik heb even een lekker zitjurkje aangedaan. Ik denk dat de meningen daar echt zwaar over verdeeld zijn. Of wat een lekker zitjurkje is, maar ik vind het chill. En hij ziet er ook nog eens leuk uit. Dus je ziet er leuk uit met eten en hij zit lekker. Ik heb echt zulke lelijke tentlijn. Trouwens, ik kan niet beschrijven van goed. We gaan even lekker met die meiden opmaken tussen. Vind je een blush zo lekker? Dan lig je zo van op. Ja, ik hou ook wel bij je te zijn. Ja, ik ook. Lekker toeten. Lekker toeten. Zo saai, dus ik heb een overhemd aan. Zou je een overhemd aan zijn? Klaar. Dat is toch niet leuk? Het is makkelijk op de dagen dat je tijd hebt, maar anders is het echt saai. Oh, dat is echt gorgeous, gorgeous girls. Oh, is dat een blush? Ja. Ik denk niet dat ze dat hiermee bedoelen. Het komen ook. Nee, we hebben maar ja, ik vind het ook heel mooi. Heel mooi. Ik heb me nooit echt opgevallen, maar het is echt heel mooi. Zijn we lekker van elkaar aan het kijken? Ja, ik voel maar zo hoortje. Wat zeg je? Dat we elkaar lekker uit de kruiden. Lekker in elkaars kontje. Ik vind het hier niet zo. Ja. Er zijn meiden die dat echt doen, hè? Die dan gaan zeggen van nee, ik vind het mooi. Het is echt fucking lelijk staan. Ik denk van nee, maar niet is aardig, maar ook omdat je er dan zelf mooier uitziet. Eeuw, dat vind ik altijd zo naar. Dan weet je niet barking. Nee, helemaal niet als het niet binnen van je zijn. Sommige mensen zijn echt zo. Ja. Dit is nou niet zo mooi. Nee, haat het, dat was mooi. Oh, ja, nee. Is dat goed? Ik blijf het zo niet.
Nou jongens, dit is het uiteindelijk lookje geworden. Toch ook helemaal vol in de glam. Na zo'n dagje. Helemaal leuk. We gaan lekker sushi eten. Het is sushi jazzavond. Helemaal zin in. Even van de sunset genieten hoor. Heel mooi. Sorry, maar die Golden Hour staat iedereen altijd zo goed. Je ziet ook heel goed uit in de Golden Hour. Ja, iedereen altijd. Oh. Nou, dat kwam niet van harte. Waarom lag je met een steek zo uit? Ja. Ja? Noem maar die maar op, hè. Ook ligt in die vlog maar zo, want dan was het echt een vakje hoor. Ja, we zijn echt lekker aan het shooten met elkaar, met het weer. Wat een knappe meid, hè? Wat gaan we drinken vanavond? Gaan we wijntje doen? En ben jij wijntje? Of ben jij wijntje? Ik vind jullie een beetje niet de vibe vanavond, Markie. We gaan naar de Vino, hè? Ik wou gewoon eerst even een cola zetten. Nee. Jij ja, ik wil wel even. Ja, het is gewoon van de witte Kino Bichot uit bijvoorbeeld. Deze is helemaal interessant. Ja, dat is cool. Thank you so much. Ja? Nee? Ik weet niet, ik was even in de war. Vond je het lekker? Ja, is wel lekker. Ik denk dat niet. We doen even die lamp erboven, anders zie ik niks. Oh, heel Spanje wel. Ja. Zullen we dit ziet er heerlijk uit. Heel lekker. Die lamp ziet er heel voor uit. Hallo. Sorry, maar vroeg is even iets belangrijker, merk ik. Ja, wat lullig inderdaad. Ja, ik ben hier aan het bijschijnen hier. Lekker. Nou, dat is ook weer genoeg gevolgd voor vandaag. We hebben een lekker toetje. Dat schijnt het lekkerste toetje van deze tent te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga proeven hoor, er zit wel bloemen op. Wat is het? Is het chocola? Ja, natuurlijk. Ja. Deze mag jij eten. Nee, dit is echt niet helemaal. Ik neem wel de bol ijs. Nee, dat vind ik zonde. Ik ga het voor jou een combi eten. Je kan niet je eentje de bol ijs kleven en mij dan de pure chocola. Dat is wel heel goed. Ik wil nu nog even een foto, dan merk ik dat. Zo kan het nog wel. Nee. Van een mini-hap. Heel lekker, maar wel vullend. Oh, lekker. Lekker. Heel lekker. Ik hou van chocola. Maar Sam houdt ook van chocola, maar die moet stoer, want die heeft gewoon niet mag van zichzelf. Zo mag jij dat niet zelf. Dat onderkantje ja, lekker. Heel ja, lekker. Weet je wat dat smaakt? Oh, lekker dat onderkantje. Die kun je bij de IKEA kopen. Zo'n zachte chocolaatje. Damn. Damn. Ja, dat smaakt precies. Oh, dat is echt mijn fave. Geen idee, ken ik niet. Met lekker salt caramel ijs. Mij bellen even hoor. Car, hier, daar staan we lekker naar de IK, hè? Ik moet ook naar de IK. Ja, is goed. We gaan met z'n allen naar de IK. Ja, wij zouden gaan, maar toen zei je, ik heb een mental breakdown. Oh, sorry, James. Je mag niet mee. Nou, dus elke dinsdagavond, is het Jazz en Sushi Night. En dat is echt wel een aanrader, want het is echt fucking gezellig. We gaan daar nog even een drankje doen. Oké. Sam loopt tegen een palmboom. Hoi. En dan... Maar de sushi en jazz night is echt een aanrader. Malta is zo Jamie. Het is dus heel raar, want we vliegen business class terug. Terwijl we dat echt totaal niet geboekt hebben. Dus we zijn helemaal in de war. Nou, we zijn benieuwd. We moeten een beetje stil zijn. We kunnen niet eten. We kunnen dus lekker chillen in de lounge. Totdat het licht gaat. En je kan ook gewoon eten pakken wat je wil. En drinken pakken wat je wil. Dat is wel even spannend. Nou jongens, we zijn dus weer op het vliegveld. En ik ga hem afsluiten, want we moeten zo... Het vliegtuig in, obviously. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik zie jullie volgende week weer om 4 uur woensdag. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to